Ik weet niet of jullie al iets van gehoord hebben of last van gehad dat op de 14 december storing was op YouTube of wat dan ook. Er was iets aangaande. Maar ja, als goed is als jullie nu kijken is het dan al opgelost. Maar super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Van der Pad, zoals iedereen weet natuurlijk. Ik heb niet echt zo snel goed kunnen slapen vandaag. Want ik werd af en toe wakker en kwam eerst niet in slaap. Hoe dat allemaal komt, geen flauw idee. Moet je niet aan mij vragen, moet je aan mijn lichaam vragen. Maar die denk ik dat je toch een antwoord krijgt. Maar ik ben nu lekker richting het merk toe. Het is een heel klein beetje aan niezeren. En ja, echt bagger weer, laten we zo zeggen. Volgens mij ben ik net op tijd vertrokken dat het net droog is. Dat ik naar mijn werk natuurlijk moet lopen. En ja, laten we maar dadelijk gewoon lekker werken. In ieder geval dadelijk lekker droog. Wat ik nu ga doen is lekker naar de voordeur van mijn werk. En dan ga ik er lekker werken. En dat is bij, weet je, en elke maandag moet ik gewoon bij de voordeur. En dan de rest van de dagen moet ik naar de achterdeur om daar aan te bellen. Ja, dan gaan we nu maar lekker richting werk. Ga ik werken. En eerst even een beetje wakker worden. Ik heb net lekker een bakje koffie op. En ben al wakker gebeld door mijn vriendin Sanne. En dan ga ik. Het is wel lekker eigenlijk wakker gebeld te worden. Ja, maar ik denk ook. Want wakker te bellen is ook wel leuk, vind ik. Maar ja, vooral als diegene heel moeilijk wakker wordt trouwens. Ja, maar laten we maar lekker richting werk gaan. Even lekker werken. Want dan de hele tijd weer camera in mijn bakjes is ook niet lekker. Want dan krijg ik koude handen van. Dus ja, laten we snel naar mijn werk gaan. Dan. Heerlijk thuisgekomen, lekker met een bakje koffie. En ik heb een paar dingen weer besteld. Want daar ga ik jullie morgen over hebben. En kan ik ook uitleggen wat ik heb besteld, waarom ik het heb besteld. Kan ik jullie morgen uitleggen. Tussen die tijd ben ik lekker radio aan luisteren. Bakje koffie drinken. En dan ga ik lekker eerst nu lekker even relaxen. En deze was opruimen namelijk. En ja, vanavond persconferentie onverwachts. En die zal, wat er gaat gebeuren gaan we denk ik niet zien aankomen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar zware maatregelen. Als jullie nu kijken, weten jullie wat de maatregelen zijn? Ik nog niet. Maar jullie al wel, dus. En wat ik wel belangrijk vind, wat vinden jullie ervan? Ik denk dat het allemaal niet nodig is eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn. Maar ja, iedereen heeft andere mening erover. Sommigen denken van, ah, dit is wel heel erg belangrijk. Maar ik heb het al eerder over gehad. Ja. Iedereen heeft zijn eigen mening en dit mening vind ik namelijk. Ik zag nog een leuke reactie. Ik zag een reactie voorbij komen dat ik niet enig zou bedenken. Dit is gewoon een meningsverschil. En wat ik gewoon. Eén ding wat ik wel kan zeggen, wat ik allerergste vind, is van de horeca's. Hoe het nu aan toe gaat. Maar ja, er is nu besloten. Gemeld, maar jullie weten nu al. Dat waarschijnlijk alle winkels dicht gaan, behalve de supermarkten. Ja, of het waar is, jullie weten het al, ik nog niet. Maar ja, wat ik er nu ga doen is in ieder geval even wasje opruimen. Laten we dat even doen. Jullie al iets van gehoord hebben of last van gehad dat op de 14 december storing was op YouTube of wat dan ook. Er was iets aangaande. Maar ja, als goed is als jullie nu kijken is het dan al opgelost en lekker wasje opgeruimd is ook weer gebeurd.
En ik vind het inderdaad trouwens ster leuk, jongens. Echt ongelooflijk leuk. Laat je weten in de reactie wat jullie van vinden. Heel grappig. Zoals jullie al gezien hebben, zit ik moeite mee over gedaan. Om alle eenmaal klit te halen. Maar ja, het is wel gelukt in ieder geval. Ik merk nu ook dat de zakjes van Ganja op. Nou, in ieder geval kan jij eten geven. Daar ga ik zelf naar de groep toe om daar te eten. En het is ongelooflijk donker aan het worden. Dat zie ik nu al te kijken. Oh nee. Ik dacht dat iemand een begeleiding. Er was als leidinggevende begeleiding, maar die dacht dat. Maar dat is dus niet zo. Maar ja. Ik ga nu dan klaarmaken wat ik al zei. Richting de groep om daar te eten. Over 3 kwartier. Dus laten we er klaar voor maken en dan ga ik vertellen wat we gaan vanavond. Wat ik gegeten heb. Nou ben ik benieuwd naar jullie. Wat vinden jullie van deze maatregeling? Het is natuurlijk voor mij nu al bekendgemaakt. Laat weten in de reactie. Wat vinden jullie van de maatregelingen van nu tot en met 19 januari? Ja. Sommige dingen, ja. Ik heb niks over te zeggen. Ik heb al mening al gegeven, vind ik zelf. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Iedereen heeft eigen mening. Je mag zeggen wat je wil. In ieder geval met mijn reactie. Of ben je niet mee eens, of ben je wel mee eens. Het is jouw woorden, niet de mijne. Het is jouw keus, wat jij ervan vindt. En ik denk dan misschien nee anders over. En dat heeft iedereen recht op een andere reactie, mening te geven. Vind ik. Ik vind dit situatie. Ik heb een leuke reactie erover gehad. Over hoe ik over denk, hoe diegene ook over denkt. De kanaal heet, kan ik even opnoemen. Even kijken waar die staat. Maar jullie gooien jullie maar tussentijd wel lekker een leuke reactie los. Ja, van E. Broersen. Die had het reageren. Goede video en de rest staat erbij. En ik ben helemaal met jou eens. Ook met wat je zegt. En ja. Dus iedereen heeft een andere mening. En al ben je niet mee eens. Ik denk van ja Sander, dit of dat. Dus jullie keus, jullie mening. Iedereen heeft een andere mening erover. Maar ja. En dan moeten we gewoon accepteren dat iedereen erover denkt. En ja, dat was het enige wat ik kan zeggen. Maar tussentijd heb ik lekker gegeten met de groep. En dat is lekker macaroni. En ik zei al tegen begeleiding, want onder begeleiding die vandaag is, is woensdag ook. En ik zal even snel naar beneden gelopen ook nog. En dan ga ik folders bekijken voor de actie om te eten bij de bovengroep. Dan ga ik nu dadelijk tussentijd dadelijk kijken. Laten we hem nu maar lekker klaarmaken om lekker mijn bedje in te duiken. Want ik moet morgen vroeg op natuurlijk. En daar heb ik niet echt veel zin in. En ik zie dat iets niet goed staat. En wil ik wel goed hebben staan. Ah, dat is die prullenbak. Zo. Dan kan ik een rolgordijn dicht naar beneden doen. Zo. Hoppakee, die zit er goed dicht naar beneden. En dan ga ik lekker klaarmaken om lekker mijn bedje in te duiken. Ik hoop dat jullie allemaal deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou zo super, super tof zijn als je even hier beneden abonneert. En wil ik jullie alvast bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. En zeg ik al bij een goed nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Klaarmaken om fijn VVV Feyenoord te kijken. Ik ben altijd verstandig. Ik ben gewoon eigenlijk fijn om dat eerst te doen. Maar terwijl de Feyenoord nu uit is, moet even gewoon. Ik weet niet uit. Het is met dat ik Feyenoord altijd. Ik vind Feyenoord niet echt sterk, maar ook niet slecht.